terug in het bad hier in de Tongelreep. Is dat eerder dan verwacht? Nee, omdat ik van tevoren of eigenlijk voor en tijdens de spelen nog niet zo goed wist wanneer ik weer in het bad zou zijn. Ik dacht, ja, het kan een week duren, maar het kan ook 3 maanden duren. Of dat ik na 3 maanden nog niet eens zin heb om weer terug te komen. Maar ja, ik voelde het al wel een beetje kriebelen en ik dacht, ik doe gewoon met de rest mee lekker beginnen. Ja. Maar ik neem aan dat je wel op vakantie bent geweest. Ja, absoluut. Ik was vorige week een weekje op vakantie met de familie, dus even lekker bijgekomen. En afgelopen week, of eigenlijk afgelopen maand, was het gewoon ontzettend hectisch en allemaal hele leuke dingen gedaan. En nu is het gewoon weer tijd om even rustig te beginnen met zwemmen en daarnaast ook nog wel heel veel andere dingen te doen. Ben je lichamelijk en geestelijk helemaal tot rust gekomen? Ja, nou geestelijk nog niet echt, omdat er nog wel heel veel op me afkomt. Maar ja, lichamelijk wel. Voelt wel gewoon lekker. En heb eigenlijk, ik denk 4 weken niet gezwommen. Dus nu weer lekker even gepaddeld. En dat ging nog wel redelijk. Ik heb nog wel 2 kilometer volgehouden. Dus het ging wel goed. Er is nog wel wat basisconditie over. Gelukkig wel. Ja, dat zou wel erg zijn als het gelijk in de maand helemaal weg is. Maar kijk, in het begin is altijd weer even wennen. Dat watergevoel en de techniek is natuurlijk niet perfect. Maar het zwemmen lukt nog wel, gelukkig. Ja. Ben jij zelf veranderd of is jouw omgeving of de mensen eromheen veranderd sinds het succes op de Spelen? Ik denk dat het vooral de omgeving om me heen is. En ja, ik denk dat je daar zelf ook wel door verandert. Maar ik denk dat het vooral is hoe de omgeving reageert ineens heel anders op mij. Dus ja, daar moet ik dan ook weer goed op reageren. Maar dat begrijp je wel? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, er is natuurlijk nogal het een en ander veranderd sinds dat je 2 keer Olympisch kampioen bent geworden. Ja, dat is waar. Maar goed, ik wist van tevoren dat het leven zou veranderen of het nou goud zou worden of niet. En het is op zich alleen maar positief. Ik bedoel, ik kan nog gewoon lekker fietsen op straat en wordt inderdaad herkend. Maar ik wil nog ook graag mijn eigen boodschappen doen en dat wordt ook gewoon. Dus dat gaat nog goed, gelukkig. Goed, net voor het eerst weer in het water gelegen. Heb je al een beetje een doel voor ogen hoe de komende maanden er dan uit gaan zien? Of is dit een eenmalig iets? Nee, het is absoluut geen eenmalig iets. Ik ga nu gewoon de komende weken lekker rustig beginnen. En ik zal nog heel veel andere afspraken hebben, sponsorverplichtingen. En gewoon lekker afspreken met vrienden. Dingen die ik afgelopen jaren niet zoveel heb gedaan. Maar ook gewoon door blijven zwemmen, omdat ik zwemmen gewoon heel leuk vind. Maar het is nu gewoon lekker conditie opbouwen en fit blijven. En dan zien we wel wat er over een paar maanden gaat gebeuren. Heb je al een doel voor ogen, een eindtoernooi, een WK in Barcelona volgend jaar bijvoorbeeld? Ja, dat is uiteindelijk wel het hoogste, het piekmoment van dit seizoen. Dus ik denk dat ik daar wel aan toe ga werken en daar wel heel graag aanwezig bij wil zijn. Maar ik moet nog met Jacco even overleggen hoe de precieze planning eruit gaat zien en waar we eigenlijk welke wedstrijden we gaan zwemmen en hoe het allemaal gaat lopen. Ja, want er was op een gegeven moment sprake van in de pers, las ik, Ranomi wil een sabbatical nemen. Wat was dan allemaal van waar? Het was er van waar dat ik zei dat ik heel veel dingen naast het zwemmen ook heel leuk vind. En dat ik de komende tijd heel veel andere dingen wil gaan doen. En dat ga ik sowieso doen, maar dat is denk ik naast het zwemmen gewoon. Dus ik vind zwemmen veel te leuk om daar gewoon helemaal mee te stoppen. Dus, Dat mag ik hopen, want ik moet zeggen, ik niet alleen denk ik, maar we zien jou natuurlijk met z'n allen graag in het bad en ook graag succes halen. Ja, ik mezelf ook, maar goed, je moet ook rust houden en het batterijtje moet wel opgeladen worden. Dus ik denk dat het nu een hele mooie tijd is om even wel te blijven zwemmen, maar niet heel gefocust te zijn, maar gewoon even genieten van de andere dingen en zien we wel verder hoe dat de komende jaren gaat lopen. Hoe ben je er fysiek aan toe? Goed, ja, misschien een paar kilo's zwaarder dan tijdens het spelen, maar dat komt mag ook wel, hè? Ja. Nee, ik heb gewoon lekker, niet echt gefeest, maar gewoon lekker genoten, lekker gegeten met vrienden en familie. Dus gaat gewoon goed en kan nog zwemmen en ik voel me gezond, dus gaat allemaal hartstikke goed. Ja, allerlei verhalen over jou in de diverse kranten, in de bladen, een romance met Pieter van de Hogeband bijvoorbeeld. Ja, dat hoort erbij, denk ik, dat... Ja, daar kan ik verder ook niks aan doen. Dus werd wel een beetje overvallen tijdens de vakantie. Maar goed, ja, hoort erbij. Maar is dat een onzinverhaal of zit er een kern van waarheid in? Nee, absoluut. Dat is onzin. Dat heb ik gelijk getwitterd. Dus dan moet je aan hem vragen, denk ik, als je meer wil weten. En nu, wat viel het meeste tegen van net in het bad? Dat Marlene niet meer is. Ja, het is, we hebben nu 4 banen, 4 zwemmers. Maar met Marlene heb ik het ook wel heel leuk gehad. Dus ik denk aanwezigheid van Marlene Veldhuis. Misschien dat ze dan bij de technische staf gehaald kan worden. Nee, ze is in ieder geval hier. Ja, misschien dat ze ooit trainster wil worden of mijn persoonlijke badpakkendrager of zo. Nee, ik denk dat ze andere ambities heeft, maar ze zal ongetwijfeld nog wel in het zwembad komen. Dus we houden gewoon contact. Het is weken geleden dat jij successen gehaald hebt in Londen.
Dat is natuurlijk al helemaal ingedaald bij je ook. Maar ja, hoe kijk je daar nu op terug? Toch wel anders dan tijdens het spelen. Tijdens de wedstrijd zelf ben je gewoon heel erg bezig met de races zwemmen. Dus eigenlijk ben je alleen maar bezig met je eigen proces. En dus ook met de races wat goed gaat en wat niet goed gaat. En nu uiteindelijk, nu ik een beetje terugkijk en ook het grote geheel, gewoon de Olympische Spelen en ook de Paralympische Spelen. Nu ik dat afgelopen week ook een beetje zag op tv, denk van ja, dit was toch wel een hele bijzondere happening. En dat je daar uiteindelijk goud haalt, is toch wel de ultieme waardering en het grootste haalbare in het zwemmen en in de sportwereld. Dus kijk, op dat moment bleef dat gewoon heel anders. Maar nu ik dat op terugkijk, dan is het toch wel nog wat stapje specialer. Ja, is voor herhaling vatbaar over 4 jaar? Nou ja, ik denk Olympische medaille, dat is altijd voor herhaling vatbaar. Maar of dat reëel is, dat moeten we de komende jaren zien. Je gaat wel door, tot Rio? In ieder geval tot Barcelona. En dan, dat weet ik ook nog niet. Maar zolang ik het leuk vind, en dat blijft voorlopig nog wel. Dus Dankjewel. Is goed.